De leerlingen komen op school, die denken over het algemeen zeg maar, in trekkers en grote materialen. En het gaat minder om de plant, wat de plant eigenlijk kan doen. En ik zeg het altijd, jongens, die trekkers, dat kost een hele hoop geld. En waar je het van moet hebben, is toch die plant. Dus je moet daar veel aandacht aan besteden, want dat levert je inkomen op. Zaadveredeling is ontzettend verbeterd. Iets van 2% per jaar gaat het vooruit. Dus men komt op het ogenblik tot producties van onder andere soms 15 ton suiker per hectare. Wat vroeger bij 10 ton heel goed was al. En 10 ton is nu eigenlijk toch wel, moet je minimaal hebben. En dat is dus een hele verbetering, zeg maar. Bedrijven worden groter, dus het aantal boeren dat wordt gewoon toch minder. Dus de groter de bedrijven worden, dus de moeilijker worden ze ook over te nemen door de jongere generatie. Dan komt het financiële plaatje ook om de hoek kijken. Dat is niet eenvoudig altijd. Ik loop nu stage bij een akkerbouwer. Die hebben ook 40 hectare bieten. Nou, saai, dat doe mijn stage bij zelf. Nou, en dan met oogsten meehelpen, met gewoon naast de bindrooien rijden. En dan bult gooien. En dan in het land weer klaarmaken voor de winter. Ik zou toch wel willen dat ik gewoon later van bedrijfsleider gewoon op een groot loonbedrijf zou zijn. Van de eigenaar zijn, dat zal nooit lukken, omdat we zelf geen bedrijf thuis hebben. Maar ik zou toch wel gewoon bedrijfsleider of zo willen zijn. Waarom kun je zelf niet een eigen bedrijf beginnen? Daar heb je heel veel geld voor nodig, want machines die zijn hartstikke duur in land. En dat is er gewoon niet. Dan moet je de loterij winnen. Wij hebben niet meer in Noord-Groningen een akkerbouwbedrijf. Wij wonen nog wel in Nederland, maar we hebben het akkerbouwbedrijf vijf jaar geleden verkocht. Toen hebben we weer hergeïnvesteerd in Denemarken. En daar hebben we dus drie akkerbouwbedrijven weer opgekocht. Voor schaalvergroting ook, maar dat is hier in Nederland bijna niet haalbaar. Zeker niet als je wat zwaarder gefinancierd bent. En dan is het buitenland wel een uitkomst. Suikerbieten, er zijn heel veel fabrieken dichtgegaan. Dus op Jutland wordt geen suikerfabriek meer, wordt geen suikerbiet meer geteeld. Op Fun en op Sjerland, de eiland, daar staat nog wel een suikerfabriek. Daar wordt nog wel wat bieten geteeld, maar dit is erg afgenomen. Hè? Mijn droom. Ja, je droom moet je hebben. Om de 3-0 na te raken naar 1000 bunder. Uitbreiden. Er kunnen ook bieten in de droom voorkomen, maar er is een fabriek geopend worden. Zonder fabriek geen bieten, Frans. Nee, dat wil ik niet. Wil je het bedrijf van je ouders overnemen? Ja. Dat is het idee. Ik maak school uit, want dan is de bedoeling nog even een jaar de wereld rond wil. En dan naar Denemarken toe, ja. Hoe ik de toekomst van de landbouw zie? Gunstig. Heel gunstig. We zijn met alles met mensen op aarde, er komen alles mee bij. 100.000 per dag als ik het goed heb. Er komt niet meer grond bij. We hebben allemaal mondjes, er moet allemaal eten in. Dus mijn verwachting is dat het voor de toekomst heel gunstig is. Essentieel, ja.